Welkom bij Eagles TV. Ja, dit wordt het weekend waar 6 punten gehaald kunnen worden. Eerst tegen Veendam en later tegen Eindhoven op de maandagavond. We praten erover met trainer Joop Gal. En natuurlijk met de nieuwe aanwinst komende van de Graafschap, Sjoerd Overgoor. De interviews worden gedaan door Patrick Kieftenbelt. Blijft u kijken. De stand voordat het 6 punten weekend gaat beginnen. Jawel, 6 punten weekend, want vrijdagavond begint de uitwedstrijd tegen Veendam. En maandagavond wordt er thuis in de Adelaarshorst gestreden tegen Eindhoven. Maar wat is dan die stand? Veendam vinden we terug op de 17e plek met 23 gespeeld en 15 punten. Op de 4e plek kunnen we Eindhoven vinden met 23 gespeeld en 42 punten. En Go Ahead Eagles staat op de 11e plaats met 23 gespeeld en 30 punten. 6 punten weekend staat voor de deur. Is de druk nu opnieuw hoog? Ja, de druk is er altijd. De druk is er nu van dat we dit wat vaker achter elkaar moeten doen. En ik zeg niet dat we de 7 in moeten klappen. Graag, maar ik zeg dat we 3 punten achter elkaar een beetje moeten pakken. Ik denk dat het alleen maar sporadisch is gebeurd na een bekerwedstrijd. Dat we 2 achter elkaar wonnen. Dus laten we dat eens gaan bewijzen. En doen we dat, ja, dan ziet het allemaal weer een beetje anders uit. Hè? Maar naar Veendam toe, nummer 1 en laatste van de ranglijst, dat moet toch gewoon 3 punten zijn? Heel mooi, ja. Hè? Ja, open deurtje en trappen niet. Maar nee, wij mogen niemand onderschatten. Dan kom ik met cliché-opmerkingen. En ja, wat moet je er anders op zeggen? Want AGOVV stond onderaan en nu is het Veendam en AGOVV. Ja, wij kunnen niemand onderschatten. En als wij die strijd en die passie erin gooien, dan kunnen we wel een hoop. En dat is op een, weet ik niet, verklaarbare manier dat dat wisselvallig is. Dat hebben we vaker over gehad. En we gaan er ook alles aan doen om dat een kering te geven. Je hebt het zelf ook over die wisselvalligheid. Tegen FC Os was het toch een zeer behoorlijke wedstrijd, 7-2. Denk je dat je nu de groep zover hebt dat die wisselvalligheid er ook zomaar eens uit zou kunnen zijn? Dat weet ik niet. Daar heb ik wel mijn best voor gedaan. En die jongens die zijn ook van bewust dat het eruit moet. Dus nu is het aan ons om dat te bewijzen. En ik kan niet zeggen dat na Os dat al even opgelost is. Nee, dat zullen we moeten bewijzen door dat te doen. En dan pas kunnen we zeggen van, hé, we hebben er wat van geleerd. Joran Pot, wissel bij Zwolle. Hè? Normaal gesproken als Zwolle geen, of als alle spelers gewoon fit zijn. Als je dan kijkt naar de ambitie van de club, een wissel halen bij Zwolle. Is dat dan wel goed voor de ambitie van de club Go Ahead Eagles? Nou, in mijn ogen kunnen spelers zich ontwikkelen. En deze jongen heeft zich dusdanig ontwikkeld dat de trainer van Zwolle heeft besloten om hem te laten staan. Omdat hij het goed heeft gedaan. Hij is meer ervaren. En schat zelf in, want Zwolle wordt natuurlijk kampioen, dat hij dan minder aan spelen toekomt en bij ons verder kan ontwikkelen. Dus hij is gewoon vaste waarde en basisspeler. En ik heb me een beetje laten vertellen dat na aanleiding van Aafjes of wat dan ook, als hij wel of niet fit is, maakt me niet uit, maar dat hij die jongen er staat en hem blijft staan. En hij is een stukje meer ervaren, speelt bij een koploper, nou, dat geeft ook de nodige druk met zich mee. Dus dan blijft hij toch goed staan en als centrale verdediger zelfs. Dus dat is niet zijn favoriete plek, maar doet dat wel heel goed. En hij kan ook heel goed uit de voet op het middenveld. Dus we zullen zien waarin we Joran Pot het beste kunnen laten ontwikkelen, dat het mes aan 2 kanten snijdt. Wie staat er nog meer op het lijstje? Heel veel. En namen? Nee, dat, je weet hoe het is. Hè? Iedereen vist in een vijver. En wie het eerst haalt, wie het eerst maalt. Dus laten we niet slapen honden wakker gaan maken. We zijn bezig. En welke vijver vis je dan? Jupiler League of toch Eredivisie? Je vist in een grote vijver en die heet Jupiler League. Een klein vijvertje wordt de belofte team. En nog een iets kleiner vijvertje is het Eredivisie. Die ervaren spelers die eventueel toch iets anders willen. Nou, eerst maar eens 6 punten komend weekend. Veel succes. Sjoerd Overgoor, overgekomen van de Graafschap. Kan je je even voorstellen aan het Deventer publiek? Ja, ik ben Sjoerd Overgoor, 23 jaar, linker middenvelder. Ja, mijn kwaliteiten zijn toch voornamelijk aan de bal. Een goede linkerpaas, goede techniek en tactisch inzicht. Dat was het wel zo'n beetje. Nou, is in ieder geval duidelijk, veel zelfkennis. Heb je daardoor denk je ook direct een basisplaats afgedwongen tegen FC Os? Nou ja, dat weet ik niet. De trainer vond wel dat ik de laatste weken goed trainde. En ja, we speelden met het team natuurlijk niet goed tegen AGOVV, dus de trainer wilde wat veranderen. En ja, gelukkig was ik een van die veranderingen.
Dan hebben we het gelijk ook over de wisselvalligheid van Go Ahead Eagles. Ben jij misschien wel de schakel op het middenveld die ervoor kan zorgen dat het Go Ahead Eagles van nu iets minder wisselvallig gaat presteren? Ja, dat zou ik niet weten. Laten we het hopen. We moeten wel in ieder geval met z'n allen de keihard tegenaan gaan om een keer een reeks neer te gaan zetten. Willen we nog play-offs gaan halen. Ja, en hopelijk ben ik wel de schakel ervan. Ja, het zou mooi zijn. Als je het over een reeks hebt, dat begint natuurlijk komend weekend. Na hoeveel punten moet je toe dit weekend? Wil je een goede serie neerzetten in jouw ogen? Ja, we moeten sowieso morgen en maandag gewoon gaan winnen. En van onze eigen kracht uitgaan. Ja, dat is wel het belangrijkste. We moeten gewoon echt een reeks van 4-5 wedstrijden achter elkaar winnen. Willen we echt er goed voor staan. Als je kijkt naar dit seizoen, heeft Go Ahead Eagles eigenlijk nog nooit een serie neergezet. Nu winnen jullie met 7-2 van FC Os. Is het dan realistisch? Nou ja, we hebben het wel in ons. Dat laten we ook wel weer zien de afgelopen vrijdag. Maar we moeten maar eerst zien hoe we morgen voor de dag komen. Ik hoop dat we gewoon allemaal net zo scherp beginnen als vrijdag. En dan gaat het wel goed komen. Wat wil jij nou graag bereiken met Go Ahead? Ja, het liefst natuurlijk in de Eredivisie, maar in ieder geval hoog bovenin meedoen in de competitie. En gewoon elke wedstrijd een goede wedstrijd op de mat leggen. En dat gaat ook nog lukken dit seizoen? Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk. Dankjewel, veel succes.